En superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even gratis op dit YouTube kanaal. Daarmee help je mij enorm, want 80% van de kijkers is nog niet geabonneerd. Dus dat zou ik heel leuk vinden. En dan gaan we vandaag aan de slag. Slag met het toefje. Want hoe leuk is het? Een klein mini boeketje. Je hebt altijd wel ergens een plekje voor. Het lijkt heel leuk, maar als je het zelf wil maken, is het toch wat moeilijker. Dus dat ga ik jullie vandaag leren. Hè? Vaak denken mensen hoe kleiner een boeketje is, hoe makkelijker het te maken is. Maar dat is dus niet zo. Het is namelijk hoe kleiner en verfijner je werkt, hoe lastiger het is. En daardoor is het soms ook best lastig om een toefje echt mooi rond te krijgen. Ik ga dit stap voor stap voor jullie doen met verschillende materiaaltjes. Ik heb verschillende bloemenvormen neergelegd. Eigenlijk kun je bijna elk bloemetje wel gebruiken, mits het niet zo groot is. Dus kies voor fijne en kleine bloemetjes. Meestal begin ik met een roosje in het midden. Ik heb daar nu een pionroosje voor genomen. Hè. En je legt alles weer korenschoof er tegenaan. Heb je die techniek nog niet onder de knie? Bekijk dan even mijn andere video. Ik dacht les 5, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik zet hem hieronder in de beschrijving. Dit leg ik dus elke keer korenschoof tegenaan. Het is belangrijk dat je het bindpunt hoog houdt. Dus dat je echt compact werkt. Ga je het hier vasthouden, dan zul je zien dat de bloemen wat verder uit elkaar vallen. En dat wil je niet. Je wil een mooi klein toefje. Ik leg er duizend schoon tegenaan. Dan draai ik hem weer, want dat is dus erg belangrijk. Hier een mooie anje. Draai hem weer. En door het draaien krijg je mooi rond. Een mooie gerbera. Nog een kleine duizendschoon, die leg ik even tegenaan, want ik zie dat hier een gaatje zit. Dan draai ik hem weer. Een disteltje. Daar heb ik er twee van. Dus die leg ik er allebei tegenaan. Je kunt altijd een beetje in je hand nog schuiven. Hier nog een mooie pionroos, die leg ik er een beetje tussen. Draai ik hem weer. En een beetje lisianthus, die verdeel ik er een beetje tussen om een gaatjes op te vullen. Daardoor wordt je toefje mooi rond en wordt het eigenlijk een mini biedermeier. En zoals je ziet heb ik echt al een heel leuk toefje zo. En wat je dan kan doen, je kan ervoor kiezen om er een platte rand langs te doen. Ik ga voor een beetje gipskruid, dat vind ik wel leuk. En dat leg ik er weer onder. Tegenaan, wel weer compact tegenaan. Je wil namelijk een compact toefje, dan droogt hij ook mooi in. En zoals je ziet is mijn bindpunt heel hoog. Echt zo hoog mogelijk. En daar gaan we ook het touwtje omheen doen. Want dan blijf je boeketje en je toefje mooi compact. Daarvoor pak ik een touwtje. En die bind ik er dus echt aan de bovenkant omheen. Doe er even een strikje in. Zoals je ziet heb ik dan echt een superleuk toefje. Ik knip hem even af. En snij hem aan. En ik zet hem op een vaasje. En dan zal ik dit nog een keer aan jullie laten zien hoe ik dit doe. Hoe leuk. En iedereen heeft wel een leuk vaasje of een borrelvaasje thuis, borrelglaasje. We hebben ook echt allemaal nieuwe leuke in de winkel. Dus nou, dan moet je even mijn shoplog kijken de laatste keer. En dit zal ik nog eens een keer aan jullie laten zien. Ik doe dit nu met iets andere materialen om een iets ander effect, een iets ander toefje te maken. Maar we doen het op dezelfde manier. Ik kies voor een mooie distel in het midden. En daar leg ik korenschoof weer de bloemetjes tegenaan en ik draai weer. Duizend schoon. Als je een gaatje hebt, leg je het een beetje tussen. Mooie groene duizendschoon. En ik draai weer. Mooi pionroosje. En weer draaien. Ik kijk dus elke keer naar waar er ruimte is voor het bloemetje. En je werkt dus weer vanuit een bolletje. Hier nog mooie duizendschoon. Een pionroos. En die draai ik weer. En een mooi takje lisianthus. Je hebt dus niet echt hele lange bloemen nodig. Maar
maar wel fijne bloempjes. En dan ga ik deze afwerken met een bladrandje. Hiervoor gebruik ik eucalyptus. En die leg ik er weer onderlangs. Ik draai, blijf draaien. Dus dat is vooral heel belangrijk. Blijf draaien in je hand. En zoals je ziet heb ik dan echt weer een superleuk mini boeketje. Knip hem even af. Doe er een touwtje omheen en het touwtje dus weer zo hoog mogelijk. Je bindpunt is dus ook zo hoog mogelijk. Doe even een knoopje in. En zoals je ziet heb ik dan echt weer een heel leuk schattig toefje. En omdat hij zo compact is blijft hij ook mooi lang goed. Ik snij natuurlijk de bloemetjes even aan voordat ik ze op vaas zet, want dat is heel belangrijk. En zoals je ziet heb ik dan echt prachtige toefjes. Ik vind het altijd heel leuk. Het is ook erg gewild. Even op koffievisite, dan is het echt leuk om dit mee te nemen. Mocht je dit nou leuk vinden, ga je dan lekker mee aan de slag. Hieronder in de bio vind je een linkje waar je deze materiaaltjes kunt bestellen. Geldt voor elke cursus bloemschikken wat ik aanbied. Elke keer komt er een pakketje online waarbij je de bloemen dus zo compleet als pakket kunt bestellen. Dan weet je dat je alle materialen goed bij je hebt en dat je niks mist. Mocht je dit nou leuk vinden om vaker dit soort video's te zien, abonneer dan gratis op mijn YouTube kanaal. Vind ik heel leuk, help je mij ook bij. En doe een duimpje omhoog. Heb je ideeën van wat je graag wil zien? Mag je dat hieronder ook laten weten. En ja, deel jullie creaties, want dat vind ik ook heel erg leuk. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!